De ecologische, biologische streekproductenbranche organiseert zich steeds beter in onze regio. Op het nieuwe platform De Streek op Tafel, dat een half jaar geleden is gestart, hebben zich inmiddels al 100 lokale initiatieven aangesloten op het gebied van streekproducten in het Rijk van Nijmegen. Een mijlpaal. De Streek op Tafel is een collectief van verschillende voedselproducerende initiatieven. Er zitten ook voedselverwerkende partijen bij en afnemende partijen. Denk aan horeca, maar ook sociale organisaties. Gezamenlijk werken we toe naar een meer sociaal, ecologisch en economisch duurzaam voedsellandschap. Een van de 100 initiatieven die zich bij de Streek op Tafel heeft aangesloten is de Warmoes in Lent. Bij de historische tuin de Warmoes telen ze op biologische wijze groenten en fruit, zoals de Lentse Warmoezeniers dat vroeger ook deden. Er is verder onder andere een pluktuin, een boomgaard en een ontmoetingscafé. Wij zijn natuurlijk vooral heel erg druk met het telen van groenten en fruit. Maar het is dus heel mooi dat er een organisatie is die op een ander niveau, zeg maar, ons vertegenwoordigt. Samen staan we sterker, inderdaad. En we kunnen daarmee echt een beweging vormen en naar ons idee een verandering bewerkstelligen. De Streek op Tafel biedt een overzicht van wie wat waar doet. Ze verbindt zo de lokale voedselketen met de inwoners. Als ook andere initiatieven zich aansluiten, dat daar nog meer zichtbaarheid voor deze plekken gecreëerd kan worden. En dat is zeker nodig, juist want gezamenlijk kunnen we een beweging vormen om het voedsellandschap te veranderen.